Ik ben Marion van der Zanden. Ik werk bij Trivum Lindhof en bij Stichting Jeugdteams als jeugdprofessional in Oud-Beijerland, regio Oud-Beijerland. En daarnaast ben ik ook proactopimie trainer. Ik ben in november 2014 proactopimie trainer geworden. En wat ik heel erg mooi vond aan de training was dat het de training ervaar jezelf. Dus je zit daar om de training te ervaren. Waardoor je eigenlijk twee vliegen in één klap slaat. Want je bent voor jezelf aan het ontwikkelen, jezelf aan het ontdekken. Waar sta ik eigenlijk? Wat vind ik belangrijk? Waar kom ik vandaan? Waar wil ik naartoe? Daarnaast ook ben je bezig om de training jezelf eigen te maken om hem meer te geven. Dus het is heel mooi dat die combinatie er is. Twee vliegen in één klap eigenlijk. En dat vind ik heel mooi. En ik vond hem heel erg waardevol. En ik vond hem heel erg, ik vind hem heel erg waardevol. Waarbij het echt een totaalpakketje is. Alles zit erop en eraan. Ik zou er eigenlijk ook niks aan willen veranderen. Dus daar ben ik. Daarvoor sta ik ook heel erg voor de training. En ik heb de training ook gegeven. En de reactie van de deelnemers is overwegend heel erg positief. Waarbij ze aangeven van hij geeft heel veel energie, hij geeft heel veel inspiratie. Ik krijg steeds meer zin om te werken, maar ook om te zijn wie ik wil zijn en daar hard voor te werken om daar te komen. En het emotioneert mensen, maar het maakt ze ook heel erg krachtig. En ik merk ook dat het langer nawerkt. Dus dat het niet is dat ze na een week na de training het vergeten zijn, maar nog steeds blijven ze erover beginnen en blijven ze erover praten. Dus dat, ik denk dat dat een hele waardevolle, betekent dat het een hele waardevolle training is.